Helemaal vandaag gaan we koekjes bakken. Het ging iets minder goed dan ik wilde. Goed, mijn moeder heeft me geholpen, dus uiteindelijk kwam het allemaal goed. Maar goed, ik begin natuurlijk met boter. Ik had hem al een tijdje uit de koelkast liggen, want het moet zacht zijn. Niet gesmolten, maar gewoon dat je het wel kan kneden. Dat weeg ik dus hier af, zoals je ziet. Ja, heel precies natuurlijk 100 gram zijn, anders klopt het niet. En ik dacht ook tijdens het kneden, volgens mij klopt er iets niet. Maar mijn moeder heeft uiteindelijk bij mij water bij gedaan. Stond ook niet op het doosje dat dat moest. Maar ja, toch maar gedaan. En uiteindelijk kwam het wel goed hoor. Maar hier zie je me nog steeds bezig met die boter. Jezus, wat duurt dat lang. Oké. En nu gaan we dus de mix erbij doen. In een mooie kom, maakt niet uit. Ik had even niks anders, dus. Maar goed, maakt niet uit. Ik mag de pret niet drukken. Ook alles moet erbij. Hier zag je mijn kneden. Nou, toen dacht ik al, het is al een beetje droog. Ik had ook gewoon gedaan wat ik moest doen. Dus, nou, hier zie je dus hoe droog het eigenlijk was. Dus ik ben uiteindelijk maar opnieuw begonnen samen met mijn moeder. En hier zie je dus dat het wel goed gaat. Hier kan ik ze in één keer gewoon er doorheen halen zonder dat het afbreekt. Kijk hoe mooi ze zijn. Hier doe ik ze op een bakplaat. Candy cane. Echt leuk. Heel mijn kleren zitten nu ondertussen onder de bloem. Wat heb ik er wel voor over? Ja, nog steeds bezig met de bakplaat dus. Mijn kat ligt er trouwens naast, dus mocht je gek geluid horen, ze is zichzelf aan het wassen. Nou, dit waren ze onversierd. Hier ging ik van het glazuur. Nou, het is zoet, jongen. Niet normaal. Ik heb al even, iedere keer erop ze er wat vanaf, dus dat heb ik er even zo afgelikt. Maar niet van het mes hoor, dat zou ik niet doen. Maar het is ook best wel sticky en je moet het dus eerst 5 minuten met warm water koud, zeg maar. Hoe zeg je dat, vloeibaar laten maken, want eerst is het helemaal hard. Dan moet je het eerst nog een beetje doorkneden. En dan kan je, als het goed is, het erop doen. Nou, ik heb hier zo'n Dr. Oekter, zeg je dat zo? Van het strooibus, dat doe ik er van alles en nog wat een beetje op. Ja, per koekje was natuurlijk wel verschillend, want dat is niet weer zo'n feest. En dat is het eindresultaat.